Vandaag op de agenda van de ministerraad. Het gaat namelijk over of we al dan niet, of het kabinet al dan niet gaat zeggen dat er sprake was van institutioneel racisme bij een deel van de Belastingdienst. Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst die heeft volgens Haagse bronnen daar een voorstel toe gedaan. Afgelopen vrijdag hadden ze er ook al over deze kwestie, maar toen kwamen ze er niet uit. En het ligt ook gevoelig, want als je toegeeft dat er dat dit aan de hand is, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben, zoals grote schadeclaims. Nou, Carla Joosten van Elsevier Weekblad, die vindt het niet slim als Van Rij zich hier nog weer over gaat uitspreken. De oplossing komt niet naderbij. Het hele systeem loopt gierend vast. Ik weet niet wat de overwegingen zijn van Rij om nu dit toch te bestempelen als institutioneel racisme. Ook dit moet je gewoon een beetje realistisch proberen op te lossen. Niet nu weer in een ideologische discussie verzeild raken. Het probleem is dat die hele toeslagenaffaire die loopt nou totaal vast. En ik denk dat een discussie over institutioneel racisme, dat de hele oplossing van de affaire alleen maar zal frustreren als je iedere keer weer nieuwe elementen toevoegt.